Voorzitter, dank u wel. Ja, ook mijn felicitaties aan leraren in actie met dit geslaagde burgerinitiatief. Voorzitter, een collega van de SGP die zei ooit, als je met je hoofd in de vriezer ligt en met je voeten in de oven, dan zal de gemiddelde temperatuur ongeveer uitkomen op 37 graden. En ik bedank hem hartelijk voor die vondst, want ik vind hem nu erg van toepassing. Want zo is het ook met die gemiddelde klassengrootte. Gemiddelde zegt niks. En zeker niet, voorzitter, in de onderwijssector die bestuurd wordt door een kleine elite van mensen die elkaar voortdurend tegenkomen in al die gremia van de onderwijsprovincie. In 1968, sommigen van ons weten dat misschien nog, sprak de Rooms-Katholieke vakbondsman Mertens over de 200 mensen die alle touwtjes in handen hadden in sociaal-economisch Nederland. Nou, datzelfde zien we nu in die onderwijssector, anno 2014. De hoogste onderwijsbestuurders, de voorzitters van die absoluut gepolitiseerde sectorraden, die zijn bovendien bijna zonder uitzondering oud-politici, allemaal van linkse huizen uiteraard. En die weten precies hoe de hazen lopen hier in het Haagse. En deze oud-politici die hebben in dit kabinet, in deze staatssecretaris, uitstekende verdedigers van die status quo. De minister, maar ook de staatssecretaris, die is er alles aan gelegen om die beleidsvrijheid die de bestuurders hebben niet aan te tasten. Ook niet als er soms op een perverse manier met die beleidsvrijheid wordt omgesprongen. Nou, de overheid heeft zich als sturend element uit het onderwijs teruggetrokken. Deze minister en de staatssecretaris die kijken daarnaar en die zien dat dat goed is. Hij zegt ook, deze staatssecretaris, tegen de bestuurders, doe maar wat u wilt met uw lumpsum. Ook als uw klasse vormt van 36 leerlingen en uw leraren en leerlingen opzadelt met chaos in de klas, met onrust en met kwalitatief slecht onderwijs. Het is uw beleidsvrijheid, het is uw vrijheid om daarmee geld over te houden voor, ja, voor wat? Voor prestigieuze zaken als bestuursbureaus, luxe huisvesting, interne controle- en verantwoordingssystemen, bureaucratie en overbodige managementslagen. Geld vrijspelen in het onderwijs, dat doe je door zo weinig mogelijk leraren in te zetten, want die zijn duur, en dus de klassengrootte zoveel mogelijk op te rekken. Nou, dat uitgespaarde geld wordt uitgegeven aan van alles en nog wat, maar niet aan het primaire proces. De initiatiefnemers die stellen vandaag voor om dat maximum aantal leerlingen per klas in het regulier onderwijs met ingang van 2014 terug te brengen naar 28 en vervolgens af te bouwen naar 24. De staatssecretaris voelt er echter niets voor om vanuit Den Haag die grenzen te stellen aan die groepsgrootte. Hij blijft stellen dat de klassengrootte onder die beleidsvrijheid valt. En wij zijn het daar in principe mee eens, voorzitter. Dat wil ik toch benadrukt hebben, want vaak gaat het goed. Er zijn hele mooie voorbeelden van scholen die op de website plaatsen dat een brugklas uit maximaal 21 bestaat en een 6 VWO-klas uit 26. En zo hoort dat ook. Op een verantwoorde wijze financiële afwegingen maken als bestuur in samenspraak met de MR. Maar al te vaak wordt die MR buitenspel gezet en gaan de bestuurders hun eigen onzalige gang. Als we vaststellen dat de beleidsvrijheid niet op verantwoorde wijze wordt nageleefd, dan is er een probleem en dan moet er wel regie komen. Daar is de regering voor. Want het kan niet zo zijn dat een groot aantal bestuurders die beleidsvrijheid misbruikt om die groepsgrootte alsmaar op te rekken. Voorzitter, om de huidige economische crisis te bestrijden zijn wij in onze eigen financieel-economische paragraaf uitgegaan van een klassenvergroting van 25 leerlingen plus 2 naar 27. We hebben dat gedaan op grond van onderzoek. Dat concludeerde dat echt significante kwaliteitsverbetering pas optreedt bij een vermindering van de groep naar 16 leerlingen en minder. Voorzitter, dat is onbetaalbaar, ook door D66. 27 leerlingen vonden en vinden wij nog steeds een werkbaar aantal. Maar het aantal van 27 is voor ons wel het plafond. Meer kan niet, meer kan nooit. Klassen van 30, 36 zijn niet te managen. We krijgen problemen met de arbeid, met arbonormen. Leerlingen krijgen klachten. En van leerkrachten mogen we verwachten dat ze een klas kunnen managen van 27 leerlingen. Ze zijn er niet om een politieagentje te spelen in een groep van 36. Voorzitter, waarom moet de regie komen vanuit Den Haag? Waarom kunnen de dure sectorraden met al die voorzitters en al die beleidsmedewerkers dat niet zelf? Waarom worden die zo vorstelijk betaald als ze dit soort basisafspraken niet zelf kunnen inrichten? Dat is eigenlijk te beschamend voor woorden dat wij als politiek toch weer moeten ingrijpen. Maar het dwingt ons daartoe. Samenvattend, voorzitter. De PVV is van oordeel dat er ruimte moet zijn voor beleidsvrijheid, maar die moet niet ontaarden. Zoals nu vaak het geval is. Ons plafond staat op 27. Dat is veel, maar werkbaar. Het is verantwoord. Kennelijk moet het wettelijk worden vastgelegd. Zou niet nodig moeten zijn, maar helaas, het moet. En daar wil ik graag een reactie op van de staatssecretaris. De heer Van Meenen.
Ja, voorzitter. Ik citeer even uit Keuzes in kaart. Dat is de doorrekening van het Centraal Planbureau van het verkiezingsprogramma van de PVV. En daar staat in, de PVV wil per saldo 2 miljard bezuinigen in het onderwijs. En de partij zet met name in op klassenvergroting. Ja. En een reductie van de overheid. En van het totaal aan bezuinigingen valt 1 miljard euro in de categorie kansrijk. En dit betreft de klassenvergroting ten gevolge van de taakstellende korting op de lumpsum. Dus ik zou graag een reactie van de heer Beertema hierop horen. En dan ook meteen in combinatie met zijn 27 als plafond. Want dat wordt dan denk ik ook de regel. De heer Beertema. Dan is er geen klas meer kleiner dan 27. De heer Beertema. Het is niet alleen een maximum, maar ook een minimum. Ja, kan die eens meneer... Ja, van D66 uitgesproken? Nee. Nee? Mag, u heeft het woord. Oh, dank u. Dank u. Ja, voorzitter, ik weet niet goed wat ik hierop moet antwoorden. Ik heb het net gezegd. Het is een kwestie van luisteren, dat is ook een kunst. Wij hebben inderdaad, laat ik het nog even anders zeggen. Vanaf 1995 tot 2013 zijn de uitgaven aan onderwijs opgelopen van 17 miljard 975 miljoen euro naar 31,4 miljard. Is het onderwijs ook zoveel beter geworden? PVV zegt nee, absoluut niet. Het staat niet in verhouding. De mantra van de linkse partijen dat er altijd maar meer en meer en meer gratis geld moet naar het onderwijs. Dat daarmee de kwaliteit zou verbeteren. Het is gewoon niet zo. Het is nooit aangetoond. Mevrouw Strauss heeft het al heel prachtig uitgelegd allemaal. Wij sluiten ons daarbij aan. Wat ik mij kan herinneren uit Rutte 1 is inderdaad dat onderzoek dat inderdaad die significante verbetering van die kwaliteit pas zag optreden bij 16 leerlingen, bij 16 min. En ja, voorzitter, het is onbetaalbaar. Weet je, dan moeten we gewoon de onderwijsbegroting verdubbelen. En van meneer Vermeenen mag dat waarschijnlijk wel, maar van ons niet. We verkeren in zware tijden en ook het onderwijs moet daar een offers brengen. Ons maximum is inderdaad die 27. Hè. Wij zijn opgeplust met 2 leerlingen van 25 naar 27. Dat is verantwoord. Je ziet daar ook geen duidelijke onderwijsverslechtering. Dat blijft echt hetzelfde. Verder sluit ik mij aan bij de ideeën van mevrouw Strauss om vooral op die kwaliteitsverbetering van die leraren in te zetten. Dat is belangrijk en ik hoop dat dat genoeg antwoord is op de vraag van meneer Van Meenen van D66. Uiteraard niet, voorzitter. Want de vraag heeft u wel geluisterd dan? Ik luister altijd heel goed naar de heer Beertema, voorzitter. Kijk, als ik dus het onderwijsprogramma van de PVV lees, dan zijn er eigenlijk 2 problemen in het onderwijs. Dat is de overheid, dat is een bekend verhaal en daar mag ook, waar dat kan, natuurlijk wel wat aan gebeuren. Maar het tweede grote probleem, dat is de klassengrootte. Die moet namelijk groter volgens de PVV. Daar is gewoon nog 1 miljard te halen. Ik heb daar verder geen vraag meer over, want dan krijgen we weer de bijdrage van de heer Beertema te horen. Maar laten we dat nou gewoon eens even constateren. Volgens de PVV is het grootste probleem in het onderwijs dat die klassen gewoon groter moeten worden. En dat levert maar liefst 1 miljard op. Goed, dat was geen vraag, maar u mag kort reageren. Ja, nee, ik wil er even op antwoorden, want meneer Vermeenen blijft problemen hebben met luisteren en vooral met dingen plaatsen in de context. Het PVV-programma is niet... Wij gaan inderdaad uit van een vermindering van het budget voor onderwijs. Maar tegelijkertijd pleiten wij ervoor, en daar wil meneer Vermeenen helemaal niet aan, want die komt uit de bestuurderswereld, dit onderwijs, en die wil die beleidsvrijheid vooral houden. Wij pleiten ervoor om de lump sum te verdelen vanuit het Rijk met een slimme strategische ingreep in 80-20, 80% van die enorme hoeveelheden miljarden zouden uitgegeven moeten worden aan het primaire proces. En 20% aan, zoals meneer Rutte ooit gezegd heeft, staatssecretaris toen, aan het gedoe. En dat gedoe is huisvesting, overhead enzovoort. Als we dat gaan doen, als we dat volgens een juiste definitie doen van het primaire proces, dan komen er honderden miljoenen vrij voor dat primaire proces. En dan kan er ontzettend veel gebeuren. En dan hoeven we ook helemaal geen klassen te hebben van 27 leerlingen. De reactie moet echt kort zijn. Ja, voorzitter, even Van Meenen, persoonlijk aangesproken dat heb ik als iemand. U krijgt die, kort inderdaad, gelegenheid. Ja, ik ontken niet dat ik ooit schoolbestuurder geweest ben, maar daar heb je ook soorten en maten in. Ook als schoolbestuurder stond ik voor mijn mensen en gaf ik ook les.
En ik heb heel lang ook voor de klas gestaan, net als de heer Beertema. Dus dit laat ik me gewoon echt niet zeggen. Dank. Nou, dank laat ik het daar maar even bij laten. Ja, dank u wel. Mag ik nog een reactie geven? Nee, anders blijven we bezig. Mevrouw Eijpma. Dank u wel, voorzitter. Ja, de PVV pleit hier voor klassenvergroting. Keiharde klassenvergroting. Nee, voorzitter, dat wij pleiten niet voor klassenvergroting. Wij pleiten voor een plafond. Ook mevrouw Eijpma moet gewoon even luisteren. Wij pleiten voor een plafond waar u niet voor pleit. U wil dat vooral vrijlaten. U wil dat aan die beleidsvrijheid van die bestuurders overlaten. Maar mevrouw Eijpma was nog niet uitgepraat. Mevrouw nee, Eijpma. Maar de rest doet er ook niet zo van toe, denk ik. Nou, het is de bedoeling dat we naar elkaars argumenten luisteren. Mevrouw Eijpma. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Met minder geld in het onderwijs leidt dat tot klassenvergroting. Dus dit is een beetje hetzelfde verhaal. Als je iets wilt, dan moet je ook boter bij de vis doen en extra geld investeren in het onderwijs. Dat is niet wat de PVV wil. Nee. Zegt de PVV daarmee ook, de kwaliteit van het onderwijs mag wat ons betreft in Nederland wel wat naar beneden. De heer Beertema. Ja, voorzitter, daarom zei ik net misschien wat voortijdig van het doet er ook niet toe. Het doet er inderdaad niet toe, blijkt nu. Dit is een volkomen onlogische aantijging van mevrouw Eijpma, die inderdaad niet geluisterd heeft. Natuurlijk willen wij niet de kwaliteit naar beneden. Wij willen in tegenstelling tot u die gekke bestuurders eindelijk eens in het hok krijgen. Wij willen met een paar simpele ingrepen van 80-20... Hè, u vindt het kennelijk niet voldoende, die 20, want al uw PvdA-bestuurders moeten vooral betaald blijven worden in het onderwijs. En daar is die 20% niet genoeg voor. Maar als we dat gaan doen, mevrouw Eijpma, met uw steun, en u heeft altijd de sleutel in handen hierin, dan komen er tientallen, honderden miljoenen vrij voor het primaire proces om die kwaliteit op te hogen. En als u dan ook nog meegaat met een klein beetje regie waar u voor betaald wordt hier als Kamer, de voorzitter. En als regering ook, een klein beetje regie over dat onderwijs, dan kunnen we bijvoorbeeld ook landelijke eindtermen en geaccrediteerde examens invoeren, wat u niet wil en wat geen enkele linkse partij wil, want het is allemaal vrijheid, blijheid en die leraren die moeten en die bestuurders mogen het allemaal zelf weten van u. Ga toch eens regie voeren op kleine punten en dan zijn we van al die regeldichtheid en die regelkippendrift van de PvdA, dat kunnen we gewoon vaarwel zeggen en dan kan die sector het zelf eindelijk eens een keer gaan doen. De interrupties moeten kort, maar dat geldt ook voor de antwoorden. Mevrouw Eijpma. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De PVV slaat om zich heen gekke bestuurders. Nee, ik sla niet om me heen. Reageer gewoon inhoudelijk. Mevrouw Eijpma heeft het woord. De PVV neemt het initiatief niet serieus, kiest voor hele andere keuzes en zegt ook nog eens, er mag wel wat minder geld naar het onderwijs. Mevrouw de voorzitter, ik ben buitengewoon teleurgesteld in die opvattingen. Nou, dan wens ik u daar veel sterkte mee, mevrouw. De heer Bisschop. Voorzitter, de heer Beertema betoogt een en andermaal hoe belangrijk het is dat wij hier vanuit Den Haag allerlei regels opleggen. Nee, drie. Drie regels. Drie regels opleggen. Meer niet. Die de beleidsruimte van scholen zelf inperken. Waardoor maatwerk in het onderwijs, want dat is het effect van het opleggen van deze drie regels, waardoor het maatwerk op schoolniveau gewoon geblokkeerd wordt. Nee. Laat ik er één regel uitpakken. Een plafond van 27 leerlingen per klas. Nou, dat betekent dat je dus een makkelijke, leergierige klas van VWO 5 hebt, VWO 6 hebt. Daar mogen er maximaal 27 in zitten. Maar doordat je die niet op 32 kunt brengen, ik noem maar een dwarsstraat, of in een uiterste noodgeval op 34... Kort. Precies. Krijg je in die VMBO-BK-klas, waar heel veel extra zorg verleend moet worden, komen die ook op 27? Dit, voorzitter, vraag ik de heer Beertema. Ja. Dit kan toch niet de bedoeling van de PVV zijn? Met andere woorden, moet de heer Beertema niet dringend zoeken naar andere normen, om andere regels om het onderwijs Dank beter in te richten? Korte reactie, de heer Beertema. Ja, voorzitter, ik verbaas me over al deze kritische aantijgingen. We staan hier, notabene, omdat er 47.000 handtekeningen zijn verzameld van leraren in nood. En die leraren zijn in nood door al die bestuurders waarvan u zegt dat die allemaal zo fantastisch werk doen en dat die zo betrokken zijn bij die kwaliteit van het onderwijs. Gaat vragen aan die 47.000 ondertekenaars van dit manifest.
dan komt u toch ook tot andere conclusies. En als u zegt dat het maatwerk in de knel komt, wat willen wij? Wij willen vaste urennormen om die bestuurders te dwingen niet te sjoemelen met alsmaar minder uren. Wij willen landelijke eindtermen en geaccrediteerde examens. Brengt dat maatwerk in de knel? Nou, dan is dat maatwerk van u wat ik niet wil voor mijn kinderen. Dank u wel. En dat is het. De heer bisschop, tot slot. Voorzitter, dit zijn de karikaturen die de heer Beertema vaker schetst. Dat staat hem vrij. Maar het zou de heer Beertema sieren als hij op enig moment toch afstand zou nemen van het beeld. Alsof al die bestuurders, die schoolleiders, die met hart en ziel bezig zijn om het onderwijs goed vorm te geven. In samenspraak met de ouders, in samenspraak met het personeel, in samenspraak met de leerlingen. Dat hij die ook eens de credit zou geven die ze verdienen. Dank. En dan is het beeld wat de heer Beertema hier schetst, als het gaat over al die regels die wel of niet nodig zouden zijn, die vervallen dan echt. Kijk eens in de praktijk. Ga Dank. Eens weer 3 jaar voor de klas staan. Dank u wel. Ja, voorzitter. Ik vind dit een ontkenning, nogmaals, van die 47.000 ondertekenaars van het manifest. Ik heb in mijn bijdrage verwezen naar al die scholen waar het goed gaat, die dat hartstikke goed doen. U was misschien even weg toen ik dat zei, maar ik heb dat wel degelijk genoemd. Ik heb gezegd dat die in prima, vruchtbare samenwerking met hun eigen MR'en tot allerlei afgewogen beslissingen komen. Ik heb die mensen geprezen en ik doe het nog een keer, maar wil ik de SGP meegeven, er zijn veel excessen en daarom zijn die 47.000 handtekeningen verzameld en u kijkt daarvan weg en dat is uw probleem. De heer Klaver. Voorzitter, de heer Beertema komt u met zijn 80-20 regel, volgens mij zijn daar veel partijen het mee eens, maar dan hebben we het vaak over de mbo-sector of over het hbo. Heeft de heer Beertema een idee wat ongeveer de omvang is van de overheid in de PO en in het VO, waar het eigenlijk voornamelijk vandaag over gaat? De heer Beertema. In het PO liggen die verhoudingen absoluut anders dan in het MBO en het HBO, tuurlijk. Dat ben ik helemaal met u eens. Dat ben ik helemaal met meneer Klaver eens. Maar ondanks dat zou ook daar een 80-20 verdeling soelaas bieden. Absoluut. De heer Klaver, tot slot. Voorzitter, dat zou zeker soelaas bieden voor bestuurders die mooie gebouwen willen. Want de overheid ligt ongeveer daar op de 4%. Dat is de overheid waar we over spreken in het PO en in het VO. Het VO. Daar valt dus niet verder uit te knijpen. Wat nodig is, wil je die klassen echt verkleinen, is zorgen dat die scholen ook voldoende middelen hebben om dat te doen. En op plekken waar het wel kan, natuurlijk, hè, er zullen uitzonderingen zijn, maar dan zijn er ook middelen nodig. En als je gaat bezuinigen uiteindelijk op het onderwijs, dan worden die klassen alleen maar groter. En dan kan de heer Beertema hier wel stellen dat hij een plafond erin zet. Maar het is wel een hoger plafond dan dat er nu al is. Terwijl juist de oproep is van deze leraren. Zorg er alsjeblieft voor dat we kleinere klassen krijgen. Zodat we maatwerk kunnen bieden. Nou, dat was een mooie termijn van meneer Klaver. Voorzitter, ook mijn dank aan de initiatiefnemers van Leraren in Actie. En mijn dank aan de staatssecretaris voor zijn toelichting en antwoorden. Ik vind ze volstrekt ontoereikend. We hebben een termijn gehoord die zich laat kenmerken door, ja, wat mij betreft, door het bagatelliseren van het probleem, eigenlijk het wegkijken tot kunst verheven. Een harde norm leidt nergens toe, zegt hij tegen 47.000 leraren. Want het ging goed, het gaat alsmaar beter en ook in de toekomst zullen al die voortreffelijke bestuurders het goed blijven doen. Feitelijk zegt hij, 47.000 leraren vergissen zich. Misschien zit het probleem in hun hoofd, ergens tussen hun oren, want er zijn geen problemen door de grote klassen. De PvdA speelt nog een toneelstukje door de staatssecretaris zogenaamd kritisch te bevragen, maar niet te natuurlijk. De VVD speelt het eerlijke, die vraagt helemaal niks aan de staatssecretaris. De coalitie en deze staatssecretaris zeggen dus tegen 47.000 leraren, jullie blazen de problemen op, jullie maken je schuldig aan het schilderen van karikaturen. De conclusie van de staatssecretaris is, doorlopen mensen van het LIA, niks te zien, niks aan de hand. Mijn conclusie, voorzitter, deze regering is terug in het pre-Rutte 1 tijdperk. De overheid voert geen regie, vindt ze ook niet nodig, want dat wordt allemaal uitbesteed aan de oud-collega-politici die we nu allemaal terugvinden in de banenmachine die het onderwijs nu is. De overheid mag van VVD en PvdA wel voor het onderwijs betalen, maar niet bepalen.
Zelfs niet als het gaat om de absolute basisvoorwaarden zoals de oormerking van het onderwijsgeld, een urennorm, landelijke eindtermen, hè, om dat civiele effect van diploma's in stand te houden. En daar komt nu bij een plafond op de klassengrootte. Dat is achteruitgang, voorzitter, geen vooruitgang. Vanaf 1995 tot nu wordt er jaarlijks 22 miljard meer uitgegeven aan onderwijs, zonder een vermindering van de werkdruk, zonder verkleining van de klassen. De enige remedie is de regie terugnemen, maar onder dit kabinet gaat dat niet gebeuren. Dank u wel.